Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze overal tegen. De kruisen en kapellen in het Limburgs landschap. En achter ieder kruis, kapel of beeldje, hoe klein ook, zit een verhaal. Het is nooit zomaar opgehangen of neergezet. De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich in om dit religieuze erfgoed te behouden. En in het kader van het jubileum van de stichting verschijnt een boek. Met de bijzondere verhalen die schuilgaan achter de kruisen en kapellen. Met deze 9-delige serie brengen we een aantal van deze verhalen in beeld. Nemen we u mee in de geschiedenis van en gaan we op zoek naar de mensen erachter. Ik ga nu even de deur openmaken. Kunnen we er een bloemke bij zetten. We zijn hier in het kapel Sint Joriskapelke op de Sint Jorisweg, toepasselijk natuurlijk. En de Sint Joriskapel die ligt dus eigenlijk in een diekerheid, dus dat is het gebied het Hamhee, dat is een natuurgebied. Wat heel veel bezocht wordt door wandelaars, dus uit de regio. En heel recent is door de plaatselijke werkgroep die kapel weer opgebouwd. Geprobeerd om hem zoveel mogelijk op de oude kapel te laten lijken, maar natuurlijk met moderne materialen. Ja, en dan doen we de kerstjes even aanmaken, dus voor de speciale gelegenheid. Ja, Sint Joriskapel, die komt eigenlijk van de goede meneer die ik hier op de foto zit. Dat is de pastoor Geuskens. En dat is de almozenier geweest van de scoutinggroep Sint Paulus uit Venlo. En die wordt op een gegeven moment wordt hij benoemd hij dus als pastoor in de parochie Hegelsom. En die scoutinggroep die wilde hem dus een afscheidsgeschenk doen. En dat hebben ze gedaan in de vorm van dit kapelletje. Het vroegere kapelletje dat was een beetje een schuilplaats als het regende. Voor jonge geliefden, die ze hebben er ook wel eens af en toe wat ontdekking toegepast, denk ik. Want er waren niet zoveel plekken, maar dat kost natuurlijk. Hè? De zegen van Sint Joriskapel. Ja, zeker. Ja, ja. In 1962 is dat kapelke dus eigenlijk weer afgebroken. Hier achter bij die regenpiet, oh, daar kan ze nou een klein beetje de ei-fundering zien. Daar zien we extra logen in. Ja, ja. In 2010, 2011 hebben we als heemkunde hebben we dus dat zaakje weer opgepakt en gezegd van God, we zijn toch een beetje slordig omgegaan met een geschenk wat we eigenlijk hebben gehad van de scoutinggroep uit Venlo. Toen hebben we door een aannemer bijgezocht en die had weer connecties met het bouwopleidingscentrum. En zo kwamen de zaken eigenlijk in het rollen. Het grote voordeel waren van de jongens op school, dan moesten ze murken metselen. En hebben ze dat murken kloor, kregen ze er een punt voor en dan werd het weer afgebroken. En hier blijft het. Hè? Dus we zien een heel aantal van de jongens die ze trots als een aap. Dat ze hier hebben mogen werken. En zo zie je ook dat het verhaal van generatie op generatie ook nu, ondanks alles wat over de jeugd van tegenwoordig gezegd werd, toch weer doorgegeven werd. En ik ben ook vaak heen geweest en heb gezegd van jongens, breek me af, want dat moet gewoon een negen zien als we hier wat maken. Wat wel? Ik denk wel het mooiste moment is dat ze deze zondag dus dat het officieel geopend wordt. Dat er zoveel mensen aanwezig waren en dat ze zoveel complimenten Christus van de buurt heeft, van de regio, die dat eigenlijk altijd jammer gevonden hebben dat het weggegaan is. En die er zelf altijd vroeger voor gezorgd hebben en gepoetst hebben en één keer was het weg. En dat ze nu toch wel gaan terug hebben. En genieten van elk moment wat je kriet, nou, wat je hebt. En ik denk genieten van een mooie werk. Ook, ja. Ja. Ik kom er zelfs heel geregeld. Dat je even kijken of de route niet echt goed zien en zo, wat wel. Ik wil het wel een beetje strak houden natuurlijk. Dus, Een kapelke is iets voor zichzelf. Mensen die gewoon leven naar een kapelke toe om een kerstje aan te steken, hun eigen intenties, als dat ze naar een kerk gaan, hoe ze aan het publiek dus in de kerk zitten. En dat is een tendens die op het ogenblik dus heel sterk is. Ja. Het volgende project. Ja, als we de mensen van Egersum geloven, moeten we nog twee kapellen bouwen. Dat zal het wel niet weer, denk ik.